lopen de Vierdaagse, zing mee met ons refrein. De eerste Vierdaagse dag is traditiegetrouw de dag van Elst. Jan Hendricks woont in die plaats, maar voor hem is die Vierdaagse meer dan die ene dag. Veel meer. Al bijna 20 jaar verzamelt hij alles wat met de Vierdaagse te maken heeft. Zijn zolderkamer staat er inmiddels meer dan vol mee. Het lijkt wel een klein museum. Jan, noem je het ook een museum? Nou, het is eigenlijk een verzameling. En, maar de mensen om me heen die zeggen het is een museum. En dan zijn er ook bij die zeggen is het museum te bezichtigen? Nou, als ze bellen en ze maken een afspraak, dan kan dat. Ja. Maar dat is eigenlijk niet de opzet. Nee. Het is een gigantische verzameling. Hoeveel jaar ben je al aan het verzamelen? Vanaf 2003. 2003? Ja. Toen lag ik met een hersenoperatie in Utrecht, in het Mielte Hospitaal. En daar kwam een wandelmaatje met een tegel. Met de tegel met de toren van Elst erop. En achterop een leuk verhaaltje. Wij gaan samen weer trainen en wij lopen dit jaar toch weer de Vierdaagse. Nou, en dat is eigenlijk het begin. Toen ik thuis kwam, ben ik naar het Bondsbureau in Nijmegen geweest. Daar heb ik nog 6 of 7 tegeltjes kunnen kopen. En ja, dan ga je naar Rommelmarkt, dat deden we wel eens. En dan kom je dan van alles tegen. Wat is het meest dierbare wat je hier zo allemaal hebt verzameld? Nou, een van de meest dierbare is een penning uit 1909, de eerste Vierdaagse. Mm-hmm. Daar heb ik toch wel een leuke cent voor moeten betalen. Maar goed, het is de eerste. Ja. Een van de laatste die je hebt gekregen binnenkort, zag ik een hele oude krant liggen. Ja, dan heb ik hier een krant uit 1940. En daar zat een artikeltje in over de noodvierdaagse. In 1940 waren samenkomsten van mensen verboden door de Duitsers. Maar de Vierdaagse was al zo bekend dat enthousiaste mensen toch 4 dagen gewandeld hebben. En dat was eigenlijk in het hele land. Er waren ook bij die het alleen maar in de avonduren deden. En nu hebben we natuurlijk het bruggetje naar eigenlijk ook weer de laatste 2 Vierdaagse die niet zijn doorgegaan. Ja. Deze wel, maar op een andere manier in 40. Welke heb je daarvan? Daar heb ik van, ja, normaal gesproken, dan ga je dus in Nijmegen ga je wandelen en dan zijn er een heleboel souvenirshops die pennen, badges, ansichtkaarten, van alles verkopen. Nu is dat niet, maar Een welbekend man bij de Vierdaagse, Leo Verhees uit Nijmegen, die heeft jarenlang de souvenirshop van de Wandelbond beheerd. En nu geeft hij badges uit en bekers, dat heeft hij vorig jaar gedaan en dit jaar. En hier kun je het zien, het was vorig jaar was het de uitgestelde 104e Vierdaagse. En dit jaar is het de geschrapte 104e Vierdaagse. Ja. Stel dat het hier niet meer in past, dan ga je naar de overloop, heb je al gezegd. Ja. Maar heb je ook voor de toekomst iemand die het zou over kunnen nemen? Ja, we hebben het net over gehad. Onze jongste zoon die loopt nog steeds en die heeft me 26 keer volbracht. En die helpt mij ook nadenken, maar ook met verzamelen. En het is nog niet officieel uitgesproken. Het is natuurlijk een het zal bij de erfenis gaan horen. Maar ik weet wel zeker dat dit naar hem toe gaat. En dan komt het ook goed terecht. En dan gaat hij ook mee verder. Maar het is uiteindelijk wel een Vierdaagse virus voor het hele gezin. Jazeker, want op de eerste dag, de dag van Elst. Dus een van de zonen die woont aan de route. Nou, en daar zij kookt soep, broodjes, een biertje, een borreltje, koffie, wat ze maar willen hebben. En daar ontvangt hij elk jaar 35, 40 mensen in de tuin. Nou, en dat is heel gezellig. Ja, dus een echt familievirus. Ja.